Hey Esma, goed je te zien. Hi Gelijn, goed jou te zien. Ja, hoe gaat het met je? Ja, gaat prima. En hoe gaat het met jou? Ja, nou, ik ben heel blij van buiten te zijn. Ja, helemaal mee eens. We zien de komende tijden veel onduidelijkheden met betrekking tot corona. Hoe gaat het verder met HVA en hoe gaat het verder de aankomende maanden? Ja, de onzekerheid die kan ik ook niet wegnemen. Dat heeft ook alles te maken met wat er in Nederland gebeurt en om ons heen. Eén zekerheid hebben we wel. Dit gaat over. En ik denk ook zeker dat rond de zomer we zullen zien dat het een stuk meer mogelijk is. Wij doen er alles aan om wat mag ook te realiseren. We hebben een paar prioriteiten. We zorgen er in eerste instantie natuurlijk voor het welzijn van de studenten en de medewerkers. Dus alles wat we daarmee kunnen doen, dat doen we. En ook het praktijkonderwijs willen we maximale ruimte geven. Ik weet dat veel studenten ook ideeën hebben voor een studie en opleiding. Waar kunnen zij terecht met die ideeën? Ja, het is heel fijn dat studenten zelf met suggesties aankomen, wat ze zouden kunnen doen. Ik zie het nu ook al gebeuren. De studentenverenigingen zijn actief, studieverenigingen zijn actief. Losse studenten die daar met ideeën komen, daar zijn we heel blij mee. En via studentinfo en de studentzaken is er al een actieve groep van medewerkers die studenten helpt om dat mogelijk te maken. Ook weer met de prioriteit op welzijn en praktijkonderwijs. En alles wat mag, dat willen we ook realiseren. Nu is dat nog wat moeilijk, nog in de lockdown. Later kunnen we steeds meer. Je hoort wel eens het verhaal dat onze generatie studenten een verloren generatie is. Hoe denkt u daarover? Ja, ik zie het helemaal anders. En ik weet zeker dat deze generatie studenten een fantastische generatie is die ontzettend veel leert op dit moment. Het is niet altijd leuk, maar heel snel zelfstandig worden. Ontdekken wat je wel kan en wat je niet kan. Daar flexibel in zijn. Dat zijn echt eigenschappen waar je later ongelooflijk veel aan hebt. Natuurlijk moet het een en ander ingehaald worden. Daar zijn we actief mee bezig, om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar daarna heb je alle kansen in de arbeidsmarkt en voor je eigen loopbaan. Er is angst voor studievertraging. Studenten kunnen geen stageplekken vinden. En daarnaast hebben praktijkopleidingen beperkingen, omdat ze geen lessen kunnen volgen. Wat gaat de HVA hier aan doen? Nou, als het betreft stageplaatsen zijn we heel actief met alle werkgevers in de regio om ze toch te stimuleren die stageplaatsen aan te bieden. Dat gebeurt ook gelukkig wel, dus in veel opleidingen loopt dat door. Maar er zijn ook natuurlijk opleidingen waarvan het stagewerk en ook soms het praktijkonderwijs moeilijk gegeven kan worden. Dus daar kijken we naar wat kunnen we wel doen om eventueel andere onderdelen naar voren te halen. En we zullen natuurlijk ook een aantal dingen gaan inhalen. Dus daar kijken we nu mee. We hebben een groep medewerkers die met een herstelplan bezig zijn. Daar zitten ook studenten bij. En die denken dus nu al na wat we gaan doen als straks de stickers uit de panden zijn. Nou, ik wil je bedanken voor je vragen. En het is heel fijn om hier even op het plein zo in het zonnetje met jou te kunnen staan. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, van hetzelfde.